niet alles is kombereikt wel. Voor veel projecten op energiegebied is wel draagvlak. Denk aan de nieuwe installatie in Schonebeek, waarbij de NAM met stoominjectie opnieuw aardolie wint. Of de gasopslag in zoutkoepels, een samenwerking van GasUnie en AkzoNobel. Maar ook de uitbreiding van de gasopslag in het Drentse Langelo. Werken aan de relatie. Ik denk dat zoals we in het noorden van Nederland bezig zijn, zoals de NAM daar bezig is, dat een goede manier van communiceren is. Daar is een relatie. Draagvlak voor energievernieuwingen. Hoe creëer je dat? En wat is de rol van allerlei spelers daarbij? Zoals de olie- en gasmaatschappijen, de rol van Nogepa, de kennisinstellingen, de pers en welke rol speelt de overheid? We hebben regeringen gehad die enorm zigzagbeleid voeren. Dan weer een beetje wel, dan weer niet, dan weer een beetje wel, dan weer niet. Daar krijg je geen draagvlak mee. En we gaan naar een wereld waarin niet alleen de samenleving zal moeten begrijpen wat voor de industrie van belang is, maar de industrie ook goed zal moeten begrijpen wat er in de samenleving voor gevoelens leven. Nou, dat is een onderzoeksterrein waar denk ik nog fenomenaal veel te doen valt. Mensen hebben over het algemeen weinig vertrouwen in de overheden en ook minder vertrouwen in bedrijven, maar meer in belangenorganisaties of mensen in hun directe omgeving. Dat kan bijvoorbeeld iemand uit hun buurt zijn. Dus als je die kunt inschakelen in een communicatie, dan zal die boodschap eerder gehoord worden en ook eerder geloofd worden. Ja, meer transparantie. Meer openheid over nut en noodzaak, over de manier waarop. En over de afwegingen die gemaakt worden. En wat ik ook wel mis bij de E&P-sector is welke positie neem je in de energietransitie? Het is prima om door te gaan met de exploitatie van aardgas. Nederland is er rijk mee geworden. En het is de minst schadelijke van de fossiele brandstoffen die we hier in Nederland op dit moment helaas nog wel nodig hebben. En daar hoort natuurlijk de ontwikkeling van nog een aantal nieuwe velden bij. Maar wel met het lange termijn vooruitzicht dat je uiteindelijk dat aardgas ook afbouwt. We vechten elkaar de tent uit. We zitten in de loopgraven. En het is juist de bedoeling dat je dus niet alleen maar over de inhoud spreekt, maar ook over elkaars belangen. De fossiele belangen die er nog zijn voor de gassector moet je verbinden aan de duurzame energiebelangen. En dat gebeurt nog te weinig in Nederland. Nou, op zijn minst is het je plicht om uit te leggen wat je gaat doen. Zowel voor de industrie als voor de overheid. Maar vooral is het natuurlijk van belang om te vertellen wat we ermee winnen. Iedereen weet dat gas winnen in Nederland decennia lang ons enorme voordelen heeft gegeven. Wanneer een bedrijf mij zou vragen hoe creëer ik draagvlak voor mijn windproject, dan zou een van mijn antwoorden zijn: nou, je moet ook de optie openhouden dat het project niet doorgaat. Het gaat niet alleen om het technische verhaal, maar het gaat ook over het uitleggen waarom het nodig is om nog deze energie te gaan winnen. Uitleggen dat we zoveel elektriciteit nodig hebben in Nederland en dat dit daar een cruciale rol in speelt. En nogmaals, bedrijven kunnen dat niet alleen, die hebben daar echt de backup van de overheid ook voor nodig. Wat er speelt rond de aardgas nu is vaak zo'n ingewikkeld technisch verhaal dat het voor burgers, gewone leken, geen kwestie meer is van begrijpen, maar van geloven. Dit ga je nooit helemaal begrijpen, hoe dat nou werkt met het winnen van schaliegas of het opslaan van CO2. Dat is gewoon zo ingewikkeld, daar moet je echt een professional voor zijn. En het is een kwestie van geloven. En geloven, daarvoor moet je mensen vertrouwen. En ik denk dat dat het grote probleem is op dit moment. Het vertrouwen is er niet. Ze staan tegenover een club van bedrijven die ze niet kennen, die geen duidelijk gezicht hebben en waarvan het dus heel moeilijk is om ze te geloven. Dus ik denk dat voor draagvlak twee dingen nodig zijn. Enerzijds dat, en daar zie ik de rol van Nogepa, dat de olie- en gasindustrie gewoon erkent van wij zijn op weg naar een duurzame toekomst, naar een duurzame energievoorziening. Wij willen daarbij helpen. Ja? En dat anderzijds de NGO's en de milieuverenigingen dus ook niet de kop in het zand steken en zeggen wij willen alles wat nog fossiel is, inclusief gas, tegenhouden, want het houdt de duurzaamheid tegen. Ik denk dat we een brug moeten slaan en dan het samen met elkaar moeten doen. Om dat draagvlak te krijgen, zullen we de dialoog aan moeten gaan. De dialoog met landelijke overheid, met lokale overheden, met waterschappen, met NGO's. En daarin moeten we niet alleen vertellen wat we doen, hoe we het doen, dat we transparant zijn, maar we moeten ook vooral luisteren en rekening houden met de wensen die de maatschappij heeft, die verschillende partijen hebben, daarin de dialoog opzoeken
En wij als Nogepa zullen onze uiterste best doen om die dialoog te faciliteren. Allemaal suggesties genoeg om het draagvlak te vergroten. Kijk ook naar de andere items van deze update.